Hey mensen! In families gebeuren altijd allerlei soorten dingen. En ik weet zeker dat heel veel dingen in deze video herkenbaar zullen zijn. Dit zijn namelijk 10 dingen die in alle families gebeuren. Ik heb zo zin in deze vakantie. Ik ook. Heb je alles meegenomen? Mijn petje, mijn zwembroek en een paspoort. En je zonnebril? Oh ja, dat is goed. Even kijken waar die ligt. Ik moet je niet vergeten. Ja. Loop je even door, anders kom ik inderdaad voor het vliegtuig. Schat, ik heb toch het gevoel dat we wat zijn vergeten. Nee, we hebben volgens mij alles mee, schat. Het is wel lekker rustig zo hier, hè? Heerlijk. De kinderen! We zijn de kinderen vergeten! Serieus? Ik dacht dat jij ze had ingepakt. Waarom ik? Ik moet altijd aan alles denken. Ja, weet je, ik heb helemaal geen zin om helemaal terug te gaan. Ik bel de buurvrouw op en vraag of ze af en toe water kan geven aan de kinderen. Jongens, wat is aan de hand? We hebben ruzie over wie het grootste stukje taart krijgt. Serieus? Jongens, taart is niet eens goed voor je. Je tanden vallen eruit, je wordt er dikke sloom van. Ik zou een klein stukje nemen. Oh, oké. Wat is er nu weer aan de hand? We hebben nu ruzie over wie het kleinste stukje taart krijgt. Serieus? Jongens, jullie hoeven helemaal geen taart te hebben. Echt? Nee. Yes! Hey, wat doe jij nou? Wist je dat taart niet goed voor je is? Ja, dat weet ik. En omdat ik zoveel van jou hou, ga ik deze hele taart helemaal zelf opeten, zodat jij het niet hoeft te doen. Wie is er net naar de wc geweest? Want er ligt echt een hele grote... Dylan! Dat woord wil ik niet horen en helemaal niet tijdens het eten. Welk woord? Poep! Rick! Oké, dan zeg ik het woord niet. Maar er ligt dus nog een hele grote, bruine, zompige hoop in het toilet. Echt gigantisch. En er zitten ook nog allemaal restjes eten in. En de geur, ja, die is te omschrijven als rotte eieren. Maar ik zeg het woord niet, hè? Hij bedoelt het woord poep. Ik ben aan het winnen. Want ik heb nu de bibliotheek en de ijssalon, dus dit kan niet meer misgaan. Kijk, dat is pas mijn dochter. Goed zo. Horen jullie dat? Ja, we zijn trots op je. Goed, heel goed. Ja. Oh, hey! Wat is dat? Zo! Hey, dat is raar, zo'n windvlaag opeens door huis. Maar goed, ik weet echt niet meer hoe het allemaal stond, dus ik denk dat we opnieuw moeten beginnen. Tja! Eindelijk tijd voor onszelf, ze liggen allemaal op bed. Ik kan niet slapen. Oh, ga lekker in bed liggen, slaap komt vanzelf, jongen. Oké. Ik kan nog steeds niet slapen. Nou, pak je boekje, ga rustig lezen. Kom, slaap vanzelf, jongen. Oké. Ik kan nog steeds niet slapen. Gaan we schaapjes tellen? Hoeveel schaapjes? 100.000 miljoen. 100.000. Oké. Lukt niet. Ik word er zo moe van, hè? Oh, nou als je moe wordt, dan moet je misschien gaan slapen, dat helpt. Ik heb hier geen zin meer in, kom, we gaan naar bed. Zo, heerlijk. Eindelijk wat tijd voor mezelf. Ik kan niet slapen. Kan iedereen die in de douche zit een beetje opschieten? Hallo? Oh, dit is echt een leuke video van Dylan Hagen.
Oh, vooral die Rick, die is echt grappig. Ik mag hem wel. Sta je al lang te wachten? Ja, super lang. Hallo, kan degene die in de douche zit een beetje opschieten? Oh, jongens. Ik wil in de hoek zitten. Ik zou er eigenlijk naartoe zitten. Nee, ik wil in de hoek. Nee, ik zat eerst in de hoek. Het is mijn hoek. Ik zat eerst jij in de hoek. Hebt gisteren al ooit een keer in de hoek gezeten. Nee, in die hoek. Ga eraf. Ga eraf. Jongens, wat is er aan de hand? Nou, ik wil in de hoek zitten. Ja, maar ik keek eens eerst naar die hoek. Oké, rustig even. Eén iemand kan in de hoek zitten en de ander krijgt de tablet. Ik pak de tablet. Ik wil de tablet. Nee, ik pak de tablet. Jij zit in de hoek. Jij zit in de hoek. Jij zit in de hoek. Ik wil in de tablet zitten. Zo, nu zit hij lekker samen in de hoek. Zet ik voor jullie even lekker de nieuwe serie van Nitima. Kunnen jullie gezellig samen kijken. Veel plezier. Welkom dat je kijkt bij de Dylan, heb jij mijn Playmobil gezien? Speel je nog met Playmobil, Rick? Nee. Maar heb je het gezien? Als je er niet meer mee speelt, waarom zoek je het dan? Nou, ik wilde er gewoon even naar kijken. Kijken? En dan wilde ik het even zo allemaal netjes neerzetten. En dan? En dan wilde ik het ene popje Sjoerd noemen en het andere popje Joop. En dat ze dan lekker samen gaan spelen en paardrijden zo. Dat is gewoon spelen, Rick. Oh, nou ja, ik zie dat heel anders, maar heb je het gezien? Nee. Auw! Wie heeft dit hier neergelegd? Ik heb het gevonden, doei! Wil degene die in de douche zit een beetje opschieten? Ik moet me inmiddels zelf scheren! Ja, zelfs ik ook! Wat hoor ik nou de hele tijd? Wat is dat toch? Opschieten! Ja jongens, heb toch eens even geduld! Ik ben toch zo klaar! Doe eens even rustig! Ah! Nou ja, ik ben de broers er niet. Ik spoel die laatste video gewoon wel door tot punt 10. Dus, wie wil er een snoepje? Lekker! Ja, lekker! Ja, ik vind het ook lekker! Oh. Wat? Nee, niks. Nee, zeg het nu! Wat is er? Ja, er is er nog maar eentje. Wanneer? Nee, ik kan het! Geef me bij! Ik kan het! Ik kan het helemaal niet! Dat is geen snoepje! Rustig! Rustig allemaal, jongens! Rustig alsjeblieft! Laten we allemaal rustig blijven! Ik heb een idee hoe we dit eerlijk kunnen oplossen. Ik doe een getal onder de 5 en wie het goed heeft, die krijgt het snoepje. En als niemand het goed heeft, dan krijg ik het snoepje. Oké? Oké. Oh, best een goed idee. En om dit eerlijk te doen, ga ik het opschrijven. Ja? Oké. Klaar? Ja. Oké, ik leg het hier neer. En Rick, omdat jij met het idee kwam voor de snoepjes, mag jij beginnen. 2? Nee, helaas. Marit. 3. Nee. Mam? 1. Nee. Pap? Wacht. Als het getal onder de 5 is, dan moet het 4 zijn. Nee, helaas. Helaas. Kijk. Wat? Ik heb hier namelijk het getal 5. En het getal wat eronder ligt is 263. En dat had niemand. Dus dat betekent dat ik het snoepje krijg. Nou. Jappie! Ja, het is wat, hè. Het is wat. Maar uiteindelijk is je familie wel altijd heel erg leuk. Stiekem, uiteindelijk, at the end of the day, zijn ze gewoon leuk. Ik wil ook zeer zeker Serhan en Esra heel erg bedanken voor het meespelen in deze video. Jullie zijn toppers, check ook zeker hun kanaal. En wil jij nou dit prachtige roze petje winnen? Dat kan. Laat dan in je reactie weten wat er nog meer allemaal gebeurt in je familie. En wie weet, sturen we deze wel naar je op.
De winnaar van de prijs uit de vorige video is geworden. Ja. En op dit moment ben je bij het einde van de video, maar dat betekent dat er nu afspeellijsten verschijnen. Daar kun je op klikken. Ondertussen wil ik je er nog even op attenderen dat je ook op abonneren moet klikken, op het duimpje omhoog moet klikken en op het belletje moet klikken. Het is allemaal een lang verhaal, maar het is het allemaal waard uiteindelijk. Dank voor het kijken allemaal en tot de volgende top 10 maar weer. Later!